Donderdagavond was de officiële opening van het nieuwe filmhuis in het nieuwe Fries Museum. Het filmhuis is de afgelopen tijd verhuisd van de Harmonie naar het nieuwe museum. Het filmhuis met 3 bioscoopzalen heet voortaan Sliekerfilm. Met de naam Sliekerfilm eert het filmhuis de in 1861 in Leeuwarden geboren George Christian Slieker. Hij was de eerste Nederlander die met het vertonen van films begon. Kinders, het is mij een vreugd om terug te zijn op het Wilhelminaplein waar ik in 1896 als allereerste bioscoopondernemer van Nederland films heb laten zien. En wat voor films? Danseressen die echt bewogen. Een trein die zomaar bewegend het station binnenkwam van La Ciotat. Maar ook de wrede christenmoord te Turkije. Geen weerga kende het programma en het staat ook elke dag vol. Ik ben hier op de kermis dus begonnen met film. En film hoort natuurlijk eigenlijk ook op de kermis en misschien wel iets minder in een museum. Maar toch ben ik gevleid, Jacqueline, dat je de naam van Slieker op het Wilhelminaplein aan dit filmhuis hebt willen verbinden. Dank u wel. Ik ben net zo gevleid dat u in ons midden bent. Dank u wel. Na de openingshandeling gingen de 160 gasten naar de 3 filmzalen om de openingsfilm van het Nederlands, Vlaams en Fries Filmfestival te zien. Dit festival duurt tot woensdag 27 maart. Er worden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat doorlopend films gedraaid. Tijdens dit filmfestival worden actuele films, documentaires en korte speelfilms vertoond met de nieuwe digitale projectoren. Een 20-tal Nederlandse en Vlaamse moderne klassiekers worden deze keer nog op traditionele 35 mm projectoren gedraaid.